komen, hè. Ben jij dol op die liedjes? Dag Frederik, jij hebt hier die kerstboom geschonken. Vertel eens. Voilà, dus het was de kerstboom in 1997, wanneer ik heb mijn huis gekocht in Beizingen. En het was een geschenk van mijn ouders, van mijn pa. Bon, ze zijn alles overleden nu. Maar bon, en, voilà. En daarna ik heb geplant in mijn tuin. En nu ik geef aan de gemeente. Zo is een herhaling voor iedereen. Een schoon verhaal. Ja, oké. Okay. En je gaat hem niet missen, uw boom? Natuurlijk, maar bon. Als ze voor een plezier te doen. Maar het is plezier dat ik zie dat ze zijn hier in een mooie plaats. Perfect. Oké. Okay. Perfect. Dank u. Burgemeester, collega's. Beste mensen, deze lichtjes in deze kerstboom zijn zeker en vast niet de enige die dit jaar in Halle zullen schitteren. Onze handelaars zullen zeker ook schitteren met tal van koopjes die ze in de aanbiedingen hebben. En dan onze sfeerverlichting. Begin november werd deze sfeerverlichting in de straten opgehangen en grondig nagekeken om te zien dat ze allemaal marcheerden. Waarvoor nogmaals mijn hartelijke dank aan alle stadsdiensten die hierbij geholpen hebben. En er is tijd ingekropen. Zo trachten wij opnieuw een magische eindjaarssfeer te brengen in ons winkelcentrum. Dit jaar, mensen, blijft deze sfeerverlichting branden tot eind januari. Dus ook tijdens de solde in de maand januari maken we het nog gezellig en zorgen we ervoor dat je goed gemutst, kan komen winkelen in Halle. Ik zei het, goed gemutst winkelen. U zal het al gezien hebben. Hier en daar duiken er mutsen op. Mutsen op in ons straatbeeld en in de etalages van de winkels en ook op onze bussen, de bussen van de lijn. Ja, inderdaad, de bussen, daar zal je onze slogan al zien staan hebben. Deze rijden rond in het Pajottenland, maar ook over de taalgrens. Dit om niet-inwoners goed gemutst naar onze gezellige, warme stad te lokken. Ook een ander gefolder, en ik ga ze straks uitdelen, werd hier en daar al verspreid en bundelt al onze activiteiten die ik kan meepikken tijdens onze eindejaarsperiode. Ik denk dan aan Halle Schaatst. Er is terug een kerstmarkt in het Albertpark. En elk weekend is er extra animatie gepland. Gaande van kerstacrobaten tot en met een kersttreintje dat ons centrum doorkruist. Vergeet zeker en vast ook niet het huis van onze kerstman. Onze allerkleinste zullen daar zeker graag gaan. Bent u op zoek naar een ideaal geschenk voor de feesten? Kom dan zeker in Halle shoppen en genieten van de sfeer en de gezellige terrassen van onze horeca-uitbaters. Ga ook zeker en vast eens een kijkje nemen bij onze nieuwe 4 winnaars van Win je Zaak, onze nieuwe viswinkel, onze nieuwe oké-winkel en uiteraard bij de gevestigde waarden. Ik ben er zeker van dat je je geschikt geschenk er zal vinden. Ook dit jaar zijn de winkels trouwens op zondag open. Meer bepaald op 9, 16, 24 en 21 december. Telkens van 13 tot 17 uur. En vergeet niet mensen, de zaterdag daarvoor, dus dat is van zaterdag 8 december tot en met zaterdag 6 januari, kan je ook op heel het grondgebied gratis parkeren. Zoek je nog een extra reden om naar onze binnenstad te komen? Was dat nog niet genoeg? Ga dan zeker eens een kijkje nemen op onze website www.halle.be/eindejaar en ontdek alles wat er deze winter te beleven valt in Halle. Beste mensen, ik wens jullie alvast een gezellig, warm en een gemutst eindejaar.
beste collega's, beste medewerkers van de stad, beste mensen van de pers. We staan hier aan de voet van een echte kerstboom op de Grote Markt. Een grote markt die reeds mooi versierd is in het kader van de eindjaarsfeesten. Uiteraard moeten we eerst nog wel eigenlijk de Sinterklaas ontvangen. Vervolgens natuurlijk de kerstperiode, de eindjaarsfeesten en natuurlijk ook de solden. Bijna 8 op de 10 mensen koopt online. Het aandeel dus van de bevolking tussen 16 en 74 jaar koopt 8 op de 10 mensen in het Vlaamse gewest goederen of diensten voor privégebruik via een website of via een app. PostNL verzendt dagelijks, elke dag, 1,1 miljoen pakjes op een door de weekse dag, alle dagen. Tijdens de feestdagen loopt dat op tot 2 miljoen pakjes per dag. En per Belgische inwoner, dus elke inwoner van België, ontvangt gemiddeld 15 pakjes geleverd per jaar. En dat is ongeveer om de 24 dagen krijgt er dus iemand van België een pakje bij hem thuis. Dat zijn natuurlijk indrukwekkende cijfers. En we gaan natuurlijk die ontwikkeling nooit kunnen stopzetten of nooit kunnen terugdragen. Hoewel er ten opzichte van vorig jaar toch wel een lichte kentering is en ook een lichte afname. Nu, de online verkoop via website en via apps is eigenlijk een feitelijk gegeven. En het is een beetje tegen deze achtergrond dat natuurlijk de lokale handelaar, de zelfstandige, moet opboksen. En we moeten ons daar goed van bewust zijn dat dat het gegeven is, dat dat de moeilijke situatie is. Er is natuurlijk één groot belangrijk verschil. En dat is dat het voordeel is natuurlijk het persoonlijk contact. Het feit dat zij service kunnen bieden, dat zij vriendelijk kunnen zijn en dat zij behulpzaam kunnen zijn naar hun klanten toe. Dat kun je natuurlijk nooit met een pakje. Want hoe je het ook draait of keert, een website, een app, online verkoop is natuurlijk altijd een beetje een steriel gebeuren, een eenzaam gegeven. Nu, het is aan de stad niet om in de plaats te treden van de handelaars, het is wel aan de stad om een kader te creëren. Dat we eigenlijk met het kader, de beleving in de stad, het versieren, de kerstverlichting die we brengen, de animatie, de publiciteit die we doen, proberen we een goed kader te creëren waarin dat die lokale handelaar, waarin dat die centrum zo goed mogelijk kan floreren eigenlijk. En dit zijn de troeven, denk ik, die we met de stad moeten uitspelen. Dat is eigenlijk onze sfeer en onze beleving in de stad. Maar steeds dus met de bedoeling eigenlijk mensen naar onze stad te lokken, het hier aangenaam te maken, dat ze hier onlang verblijven. Dat is hetgeen dat we moeten doen, denk ik, als stad. En we proberen dat op allerlei manieren.